Yo, daar ben ik weer. Sorry, mijn programma was weer vastgelopen en zo. En staat Ajax serieus achter met 2-0? Dit vind ik leuk. Waar is de like-knop? Ja, dat is. Sorry, Emiel. Sorry dat ik in Rotterdam geboren ben. Hey Dan, sowieso is een Dan stream awesome. Dan stream, ja. Ja, gewoon een camera op een klekje plakken, gewoon de hele dag volgen. Dan stream, is dat een stream till Dan? Nee. Die is slecht. Die is heel slecht. Maar dat zijn, ja, 1200 in totaal kijkers, views geval dit. Wij zijn het met 1177. Zo, dan zijn er veel net gekomen. We hebben er net ja, maar ik heb volgens mij ook de hele dag aanstaan hoor. Ja, of iemand die heeft hem gerefreshed ofzo, dat kan ook. Want de dingen zijn niet op. Rick is een jongen ingesproken door een vrouw. Ja, het is een beetje Ash Ketchum en zo, want dat was als goed is ook een jongen ingesproken door een vrouw. Zijn er echt. De een of andere manier zijn dat er echt zo ontzettend veel in series, in van die anime series. Wat? Dat mannenstemmen, of dat jongetjes in de serie ingesproken worden door een vrouwenstem. Het is echt zo weird. Ja, nou ja, ik was voor. Gisteren was ik al bij de Temple of Time. Alleen gisteren ben ik er nog niet ingegaan, zeg maar. Drop die bal zo. Wap, 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 wap. Oh wacht, nee, dat is Bas. Niet balls. Drop the bass. Tip. Wiki en Ash balls still need to drop, yeah. Dus op de ene manier is dat altijd. Bij dat, ja, bij die anime. Nee, bij anime is het eerder van, er is één gozer en dan lopen 6 meiden achterna. Ja, maar. Of dat is gewoon de anime die ik kijk, dat kan ook nog. Ja, dat heeft meer met jouw smaak te maken. Maar kom op, ik kijk zelfs Lucky Star, dus. Ja, ik moet eerlijk zeggen, Lucky Star. Ik ken het qua naam, ik heb de serie zelf nog niet gezien. Hij heeft een rotstem. Ja, ben er mee maar hentai. Turk! Yes, ja, ik kijk anime die daar redelijk in de buurt komt, maar dan heet het alsnog niet net niet hentai. Nee, dat is weer iets anders. Semi-hentai dan ofzo. Ah, daar hebben we trouwens dat gruwelijke clownsgezicht. High School of the Dead, dat is zo awesome. Ja, inderdaad, Sir Edgy komt het in de buurt. Of heel erg, is het. Dan, dat ken ik dan weer niet, High School of the Dead. Klinkt wel tof. Ah, er zit een beetje. Ah! Ja, laat me zeggen, het gaat gewoon echt over een school die, waar dan echt de hele wereld zombies wordt, laat me zeggen. Dat klinkt wel heel tof, zeg maar. Ja, alleen heb je bijvoorbeeld echt gewoon. Ja, hoe moet ik het zeggen? Big Key heeft. Moet ik die hier al hebben, die Big Key? Nee, ja. Emiel, niet spoilen! Het zou goed kunnen dat ik hem vergeten ben hoor. En volgens mij heb ik ook nog geen. Nee, Emiel, niet spoilen. Volgens mij, waar ik tot nu toe ben geweest, heb ik alle kistjes gepakt. Want daar kon ik nog niet komen, volgens mij. Oh, dit meen je niet. Oh hey, ik ben 3 kistjes vergeten te zoeken. Vet! Kan ik weer terug. Great! Way to go, Emil. Ja. Ja, dat zat erin. Yes, Emil. We hadden niks anders van Wiki kunnen verwachten eigenlijk, heb ik het idee. Nee, failing Wiki's price again. Je moet echt naar YouTube niet zien, daar gaat het falen echt nog 3 keer zo hard. Dus
dat... Oké, vanaf nu streamen we gewoon Wikis en YouTube-kanaal. Yay! Meer views! Nee, ik mag niet... Yay, meer faal! Ja, meer views, meer faal! Woe! Zo, je had, toen had je het begin van mijn trials moeten zien. Dat was echt heel erg. Ricardo, de mijne ken je. En als je die niet kent, dan vraag ik me af wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, zeg maar. Mijn, voor welk fucking programma of wat dan ook. Of internet, YouTube, Twitter. Het is allemaal hetzelfde. Ik heb zelfs een Facebookpagina. Dus, Hello, my name is Robin and this is Jackass. Zoiets. Nee. Nee? Ja, je moeder pesten. Misschien is dat wel zijn moeder. Nou, die jou ook pest. Ze elkaar lekker aanvallen of zo. Ricardo. Fight. Ricardo, 10 uur. Ricardo, wat is dat? Is dat er zo eentje met prikkeldraad eromheen of zo? Nee, dat is er eentje aan een draadje. Jongen, jongen, jongen. Komt het van Dimitri? Wie is Dimitri? Ik kan niet kijken, dus gooi maar in de chat. Dimitri! Lees maar even voor of zo. Ik ben laanzoeker. Goed, psycho. Gamers. Nee, niet Achmers. Hoe kan het nou dat ooit van binnen gelijk is hier achter Vitesse? Ja. Niemand snapt het, maar ik vind het leuk. Waarom stream je niet rechtstreeks op YouTube? Dat is op zich best wel een goeie. Grotendeels omdat Twitch een veel grotere community heeft die gebaseerd is op gamen. YouTube is meer van, nou laat ik wel wat streamen en het is meer random shit. Je ziet wel steeds meer gamers. Ja, maar Twitch heeft gewoon een veel grotere community en... Twitch werkt ook beter. Die YouTube stream zit toch in de beta, zeg maar. En als ik hier kijk, gewoon bij de aanbevolen kanalen, er zit er al eentje tussen die gewoon een League of Legends stream, maar er zit wel 76.000 man te kijken. Op YouTube heb je hooguit 25.000 man, laten we zeggen. Ja, wat Emiel daar zegt, ben ik het wel mee eens. Sporten ben je voor een club en dat blijf je ook. The fuck? Oh, sorry voor mijn taal. Oh ja, Dimitri is inderdaad psycho trouwens. Psycho, oké. Nee, ik ben... Wat dat betreft Emiel, sorry, maar ik blijf ook bij mijn club. Ik heb Ajax behaald, maar ik kijk niet eens voetbal. Oké. Maar dat bewijst voor iets. Mensen die geen verstand hebben voor voetbal zijn voor Ajax. Sorry Emiel. Eén koppetje. In de streamgroep. Oh, je hebt mij gevonden, goed zo. Yay. Wired Wiki to the rescue. Nee. Oh god, ik heb een invite voor iets. Ja, dat zal op Steam zijn. Ik ga mijn stream pas letten op het moment dat Emiel gaat spelen. Ik denk dat op streams op YouTube van mij moet gaan studeren. Ik zit ondertussen te wachten tot die... Oh wacht, die 5 minuten zijn natuurlijk al voorbij. Draftpick! En ondertussen kijken of ik niet weer voor een Russische groep ben uitgenodigd. Een Russische groep? Zolang ja, ik kijk... Zolang het Moscow 5 is, vind ik het wel best eigenlijk. Dan mag je voor mij bij de Russische groep gaan. Ik word op Steam gewoon serieus gewoon echt random die gewoon 30 keer per week uitgenodigd voor random Russische groepen. Ga ik niet op in, Emiel. Doet pijn. Ja, Ricardo, kom terug. Jongen, jongen, jongen. Maak me weer belachelijk. Super, super. Nature content, niet alles is nature. Te laat. Oh hey, ik ben de enige in mijn team die geen ribben heeft in League of Legends. Nee. Emiel, zal het niet Dryer zijn? Op Steam? Ik weet het niet, want ik heb jou niet op Steam. Voeg me trouwens meteen even tussen, toch aan het kijken. Hey, Wiki. Houd ook eens op. Oh, for real?
Hoe kan ik die missen, zeg? Vroeger heette ik anders. Geen wiki, vroeger heette ik anders. Can't reach it! Ik heette vroeger ook anders. Oh, zal ik anders even zeggen wat ze in de chat zeggen? Nee, ik kan het wel lezen. Hey, Wiki. Ja, ik zag Wiki, het, ja. Wiki, hey. Nee, ja, oké. Hier ben ik veel te lang mee bezig. Emiel, vroeger was je anders. Ik word nu al gek van mijn chat in League of Legends. 300 mensen lopen te praten, zo lijkt het wel, terwijl het maar 4 man is. Okay. Ik hoop trouwens dat dit werkt, want als het niet werkt, dan is het nog steeds een probleem, zeg maar. Oh god, Helminator! Ben jij er ook weer, hoor? Gisteren flink wat op, hè, Helminator? Net uit mijn bed gerold, lilac. They see me rolling, they hate it! Inderdaad. Ja, Ricardo, op een gegeven moment is het niet grappig meer. Althans, dat is mijn mening. Steeds op bed. Ik zit serieus echt gewoon een halve meter van mijn bed af op het moment. Ik heb het bed achter me staan. Ik ook, dat is het. Wat heb ik er meteen mee? Nou Emiel, ik heb bijna de Big Boss key. Het geval. Big key. Oeh, Emiel heeft Dota 2. Wat is je Steam naam trouwens? Yo, Wiki, ik heb geen Dota 2. Oh, oké. Okay. Hij heeft geen Dota 2. Blijkbaar. Wat heb je dan gekregen van Zurg? Nou, geen Dota 2 dus. Nee, gewoon Wiki. Thank you, Captain Obvious. Ja. Oh, Air Max, so awesome. What? Ik heb hem ooit gekocht. Air Max? Air Max, ja, dat is een, ook een soort van MOBA-achtige game. Auw. Ga toch, ouwe, reageer gewoon op mijn controls, man. Welke Disney film? Wat dacht je van Lion King? Aladdin? Door Roosje. Is dat een Disney film? Ja, het is van Disney. Wacht, Star Wars! Star Wars, oh god. Ja, inderdaad, de kleine zeemermin, assenpoester, door een roosje. Kleine zeemermin, Finding Nemo. Weet je? Oh, Finding Nemo, die is zo geniaal. Ja, serieus, laatst nog zitten kijken met een hele groep. Mijn. Ik kan niet beslissen. Ik ben toegevoegd tot een vriendenlijst van Brotos. Brotos? Ja. Wie is Brotos? Weet ik veel. Dat is een Brotos die blijkbaar mijn bro wil zijn. Oké. Okay. Door een roosje.
Ja, door Roos. Aristokatten, oh my god! Aristokatten is ook geniaal. Baas! Genie.